Clinton. Leuk dat jullie er zijn. Ik wilde graag deze bijeenkomst openen. Fijn dat jullie hier zijn. Het is behoorlijk fris in de zaal. Toen ik binnenkwam voelde ik dat zo. Wij hebben eigenlijk een traditie opgebouwd hier in Den Haag. Aan de Universiteit Leiden. En die traditie is om op Prinsjesdag zowel over de troonrede als over de miljoenennota, de begroting, met jullie van gedachten te wisselen. Dus het is niet per se alleen maar eenrichtingsverkeer. En wat we vandaag doen is, straks zal er een panel zijn. De gasten komen net aan. Een beetje een menging van collega's hier op het terrein van openbare financiën en Kamerleden. Die gaan in discussie over het nieuws in de begroting. Dat is heel veel nieuws. Koen Caminade vertelde me net al dat het een ingewikkelde en verrassende, misschien niet geheel verrassend als het gaat over steunmaatregelen, maar toch een ingewikkelde en verrassende begroting is. En Gerard Breeman, die jullie hier in beeld zien, en ik zijn beide al jaren bezig eigenlijk. We doen heel veel andere dingen ook hoor. Maar op Prinsjesdag coderen wij wanneer de troonrede beschikbaar is. Dat is eigenlijk vanaf het moment dat de majesteit klaar is en het laatste woord heeft uitgesproken. Coderen wij die troonrede op basis van een coderingssysteem. Dat is een internationaal systeem ontwikkeld in het Comparative Agendas project. Daar zijn wij, Gerard en ik, de twee Nederlandse deelnemers in. Dat stelt ons dus in staat, zoals jullie zo zullen zien, om het een en ander te vertellen. Niet zozeer over de stijl en over de woordkeus, waar heel veel debatdeskundigen eigenlijk al jaren, decennia lang over klagen. Is die troonrede nou zo spannend? Veel mensen zeggen nou niet heel erg spannend. Ook laten zien in de tijd die we hebben. Wat nou de opvallendste stijgers en dalers zijn. En wat we ook nog zullen doen is onze interpretatie geven op hoe we de politieke boodschappen dit jaar moeten interpreteren. Tussen alle soms wat verhullende taal door, zou je kunnen zeggen. Dus lees tussen de regels door of luister tussen de zinnen door. Dat gaan wij zo meteen doen. Gerard Breeman is net zoals ik verbonden aan het Instituut Bestuurskunde. En wat ik al zei, wij zijn samen sinds 2006 zijn wij de Nederlandse deelnemers in het Comparative Agendas project. En dat project dat bestaat uit grootschalige data die wij internationaal verzamelen. Waar wij bijvoorbeeld alle regeerakkoorden in Nederland in een databestand hebben staan. Gecodeerd op onderwerp, dus dat zijn ongeveer 10.000 codes. Datzelfde geldt voor troonredes. Wij hebben alle troonredes sinds 1945... in een databestand staan. Dat zijn ook ongeveer 10.000 gecodeerde uitspraken. Daar hebben we de integrale tekst ook bij, dus dat is leuk als je daar doorheen wil lopen om eens te kijken wat de woordkeuze is. Nou, wij zullen vandaag iets vertellen over de stijgers en dalers in de aandacht en hoe wij dat interpreteren. Daar hebben we denk ik ongeveer een minuut of 20, 25 voor. Klopt dat met het schema? Ja, en dan daarna dan zal het panel zijn. Er is gelegenheid uiteraard ook bij onze presentatie om vragen of opmerkingen te maken. Ik kijk even naar jou. Wil je het liefste dat we dat bewaren tot na de collega's over de begroting hebben gesproken? Of wil je dat eigenlijk door of na de presentatie nu van de troonrede resultaten hebben? Ja, en als iemand een echt brandende vraag heeft, steek even de vinger op, dan is er gelegenheid om dat te doen. Gerard en ik zullen een beetje afwisselen. Om jullie een idee te geven, 10 minuten geleden, het is misschien iets langer, 15 minuten geleden waren we nog de presentatie aan het maken, omdat we die troonrede eerst moesten analyseren en de statistische bewerkingen doen. Dat hebben we gedaan, dus het is altijd weer spannend om te zien of het halen. Het is gelukt. Dus daar gaan we jullie iets van laten zien. De reden overigens dat jullie dit met die rode onderstrepingjes zien en niet in de hele grote schermvulling is een technische reden, geloof ik. Sophie, dat heeft iets te maken met de setting om te kunnen afwisselen tussen schermen. Dus ik hoop dat dit helder genoeg is zo. Ja, en de titel die we aan onze presentatie hebben gegeven
Volgens ons dat de troonrede eigenlijk heel veel dit jaar, ook al in andere jaren, een kwestie is van terugkijken. Er worden heel veel constateringen gedaan over Nederland en de wereld, over de samenleving. Uiteraard over de coronacrisis die we nog steeds ervaren. Maar wat we dit jaar ook wel zien in de troonrede, is opvallend. Ik was om 1 uur bij een uitzending van BNR Nieuwsradio, waar ik elke maand in een lobbypanel zit. Mijn werk hier aan de faculteit is bijzonder hoogleraar public affairs. Nou, daar kun je lobbyen toe rekenen. Het is een iets mooier woord, public affairs, maar het gaat in essentie ook over lobbyen. Was mijn verwachting dat er dit jaar niet zo heel erg veel cijfertjes zouden staan, omdat die immers in de begroting staan. Maar toch zien we dit jaar vooral bedragen staan in de troonrede. Denk ik ook omdat het kabinet bij monden van de majesteit wil laten zien dat het kabinet investeert. Het is tenslotte ook de laatste normale troonrede in het nieuwe normaal, de normale troonrede voor de aanstaande verkiezingen. Dus dan laat een kabinet natuurlijk ook graag zien wat voor investeringen ze doet. Dus misschien dat dat ermee te maken heeft. Oké. We hebben dit jaar ook weer een designated survivor. Vorig jaar was dat Stef Blok. Ik wist niet dat dat een soort roulatie was, maar nu is het Wouter Koolmees. Dus die was ook niet in de kerk eerder vanmiddag. Ik heb toen, voordat hij minister was, nog Kamerlid. Toen zag ik Wouter regelmatig in de trein. En het viel mij altijd op dat hij altijd aan het lachen was. Dus ik dacht, welke foto typeert hem het meest? Het wordt al bevestigd hier. Dus zelfs in de rol van designated survivor kun je er nog wel redelijk vrolijk bij zijn. En er is ook niks gebeurd, gelukkig. Dus wat dat betreft had hij net zo goed misschien wel in de kerk kunnen zitten. Waarbij overigens ook vandaag de vraag was, waarom zit het kabinet en de volledige Staten-Generaal nou in de kerk? Daar was een luisteraar eerder vanmiddag in het radioprogramma die daar een vraag over had. En ja, dat is een interessante vraag, hè? Want er is natuurlijk officieel een scheiding van kerk en staat in Nederland. En toch is de troonrede in de kerk. Nou, denk daarvan wat u wilt. Het was in ieder geval een goed beveiligde bijeenkomst vandaag, zagen wij op de televisiebeelden. Goed, nou, een greep uit de politieke boodschappen in de troonrede. Gerard en ik hebben de troonrede allebei voor de helft gecodeerd, omdat we het anders nooit zouden redden om om 4 uur klaar te zijn. Ik heb de eerste helft gedaan en mij viel op hoeveel van die constaterende boodschappen er nou eigenlijk waren. Nou, ik heb er 3 opgeschreven. Vorig jaar ging het, geloof ik, over dat het heel goed zou zijn dat we allemaal voor het mooie beroep van leraar zouden kiezen. Dat stond toen in de troonrede. Nou, dit jaar, waar het over Nederland in de wereld ging, Nederland als land met een internationale oriëntatie, konden we horen en lezen, als je de troonrede zou lezen, dat die internationale rol zowel een morele plicht is als welbegrepen eigenbelang. Het is maar dat u het weet. En Nederland wordt wel eens de koopman en de preker genoemd. En wat dat betreft was het verhaal in de kerk dus één met een dubbele boodschap. Morele plicht en welbegrepen eigenbelang. Ook interessant, een kwestie van interpretatie. Hoe kun je nou het voornemen lezen? Geld wordt ingezet, er wordt geld geïnvesteerd. 5 miljard in het klimaatvraagstuk, stikstofproblematiek. Er wordt geld ingezet voor de aanpassing van stallen. Wat zou dat nou betekenen? Dus daar mag u ook interpretatie op loslaten. Veilig geformuleerd, hè, zou je kunnen zeggen. De partij van de designated survivor plaat voor het halveren van de veestapel. Er zijn euvele moedhebbende Kamerleden die dat zelfs bij protesterende boeren vertellen. Maar hier gaat het dus over de aanpassing van stallen. En tenslotte ook nog interessant, voor wie nog iets bij te spijkeren heeft, er komt ook extra geld voor bijlessen, voor al die gevallen waarbij onderwijsuren, studenten, het geldt niet voor jullie, denk ik, maar op scholen waar leerlingen de lessen moeten missen en misschien een achterstand oplopen, stond ook vandaag in de troonrede te lezen. Gerard, ik schakel even naar jou over. Dat doe ik door op deze knop te drukken. Zijn jou nog dingen opgevallen uit de troonrede, uit de tekst? Ja, ik weet niet of het u werkt. Ja, jullie horen mij. Ja, jullie, ja. Sorry.
Ja, dat was ook opgevallen, die constatering van die bijlessen. Ik vind het persoonlijk een daad van armoede als je in bijlessen moet gaan investeren terwijl je een goed werkend onderwijssysteem zou moeten hebben. Maar daarnaast is me ook opgevallen dat 49%, minimaal 49% CO2-reductie moet worden bereikt, terwijl het regeerakkoord 55% wordt genoemd. We vergelijken ook de aandacht vaak met het regeerakkoord. Dus dat, het lijkt erop alsof de regering daarmee aan het marcheren is. En de rest, wat jij al zei, Arco, veel constaterende, terugkijkende opmerkingen zijn er in de troonrede van dit jaar gemaakt. Oké. Ja, ik schakel weer even naar de presentatie, Gerard. Dan weet je dat, dan ben je even niet meer in beeld. Maar ik breng je zo weer terug in de presentatie. Want wat wij elk jaar dus doen, is een bolligheidsindex bijhouden. Dat is leuk als je die hebt vanaf 1945. Wat we daarmee tracken, wat we bijhouden, wat we meten, is de hoeveelheid niet beleidsvoornemens bevattende uitspraken. Troonrede is natuurlijk meer dan alleen maar een opsomming van wetsvoorstellen. In Engeland is de Queen's Speech, nog steeds door de Queen uitgesproken, is een hele zakelijke opsomming van allerlei nieuwe wetten die eraan komen. Dus heel veel komma's en dan komt er weer een nieuw wetsvoorstel. In Nederland heeft de troonrede daarnaast ook wat meer een public relations functie. Het is ook iets namens het kabinet. Aan het Nederlandse volk, om het gemeenschapsgevoel te versterken. Het woord samen is de afgelopen maanden veel gevallen. En daar is ook zo'n troonrede voor bedoeld. Ook trouwens ook wel, los even van die morele plicht over Nederland in de wereld, ook om te wijzen op de verantwoordelijkheid die Nederlandse burgers hebben bij het bewaken, zoals jullie dat heel mooi doen in deze zaal, behalve jullie twee dan, van de 1,5 meter... straks ook in het panel. Dus daar wijst een troonrede ook wel regelmatig naar. En dat maakte ons nieuwsgierig naar hoe het nou vandaag gesteld is geweest met de wolligheidsscore. Die wolligheidsindex is dus een optelsom, een percentage van alle uitspraken in de troonrede van dit jaar die niet duidelijke beleidsvoornemens bevatten en die beschouwend zijn, soms ook een beetje bezwerend overkomen. Terugkijkend zijn, Gerard zei het net ook al. Wat denkt u? Vorig jaar hadden we de wolligste troonrede sinds 1945. En de jaren daarvoor blinkte de kabinetten Rutte ook al niet uit in troonredes die opvielen door een hoge dichtheid van voornemens. Dus echt naar de toekomst kijkende uitspraken, zoals bijvoorbeeld iets over investeringen. De rol van Nederland in de Europese Unie. Waar mensen van kunnen aflezen dat er iets gaat gebeuren. Het kabinet is er immers om te regeren. En dat is vooruitzien en vooruitkijken en vooruit beslissingen nemen. Nou, vorig jaar was het de wolligste troonrede ooit. Wat denkt u? Hebben we het dit jaar wolliger gemaakt of minder wollig? Ik hoop niet dat ik een rechtszaak aan mijn broek krijg met deze vraag. Maar denkt u dat de troonrede nu wolliger of minder wollig is dan vorig jaar? Laten we er maar eens over stemmen. Wie denkt dat de troonrede dit jaar wolliger is dan vorig jaar? En wie denkt dat die minder wollig is dan vorig jaar? Geïnformeerde, die was erbij natuurlijk ook, hè? U heeft de troonrede, ja, we hebben het allemaal kunnen volgen. Nou, daar komt hij dan. De troonrede dit jaar is net iets minder wollig dan vorig jaar. Maar getroost, het is nog steeds een hele wollige troonrede. Dus gelukkig kunnen we constateren dat de lijn die de kabinetten Rutte hebben ingezet, en zeker dit laatste kabinet, hè, dat zie je bij die punten in de grafiek helemaal aan de rechterkant, dat ook al is het iets minder wollig dan vorig jaar, dat de wolligheid nog steeds hoger is, groter is dan de eerdere troonredes van dit kabinet, die ook al, behalve dan die van vorig jaar, die ook al wollig waren. Nou, als je terugkijkt in de tijd, dan zie je dat er best veel fluctuatie is. Maar de kabinetten Rutte, die zijn eigenlijk bijna nooit, slechts één keer, onder de 50% wolligheid gekomen. Terwijl andere kabinetten daar meestal
ver onder blijven met wat uitschieters. U ziet de piek, de een na wolligste troonrede. Dat was toen het kabinet van 8-2, dat vechtkabinet van Joop den Uyl en Dries van Acht, ook een troonrede moest houden. En waarbij de majesteit een beetje met meel in de mond moest praten om niet te verhullen dat er heel veel controverses waren in het kabinet. Het was een kortzittend kabinet, daar hebben we er wel een paar meer van gehad, maar zo'n wollige troonrede als dat kabinet hebben we tot vorig jaar niet eerder gezien. Goed, dat wat betreft de wolligheidsindex. Ja, dan nu de vraag, en dan ga ik zo even naar Gerard, ik zal eerst de grafieken laten zien. Vraag aan u eerst maar eens. Dus de meeste mensen hadden het net niet goed overigens, de deskundige collega's wel. Maar wat denkt u, wat is de grootste stijger geweest, het grootste onderwerp, thema in de troonrede van dit jaar? En dan bedoel ik niet corona, want wij coderen niet, wij hebben geen codeboekwoord waar corona in staat. Misschien moeten we dat aanpassen. Dat is een interessante vraag over of je een codesysteem moet aanpassen wanneer onderwerpen ineens heel prominent op de maatschappelijke en politieke agenda komen. Maar dat verklap ik alvast. Het is niet het woord corona. Maar wat is het dan wel? Iemand zegt economie. Generaties. Zou je dat sociale zaken kunnen noemen? Ja, het is meer dan dat natuurlijk. Ja, ja. Ja, demografie, generaties, effecten. Jongeren zijn inderdaad in de troonrede ook genoemd. Er was ook nog een verhaal over de brief van de 94-jarige en de 18-jarige student. De rechtsstaat, law and order onderwerpen. Ja, de zorg. Ja, dat kan toch niet verbazen dat als ik hier, kunnen jullie dit lezen? Als ik hier de verschillende thema's laat zien, dan is de volksgezondheid dit jaar het grootste thema in de troonrede. Vorig jaar was dat trouwens het derde thema, want jullie kunnen zien hier 2020 in het rood en 2019 in het blauw. Vorig jaar was de regering en overheid, hoe het overheidsapparaat in elkaar zit en functioneert. Vorig jaar was er aandacht in de troonrede, best wel gedurfd voor de Belastingdienst en het UWV. Als voorbeelden van hoe de overheid de zaken beter voor elkaar wil hebben in het functioneren, in het uitvoeren van beleid en het toezicht. Dit jaar was dat onderwerp minder van belang, ook nog wel redelijk groot, maar dit jaar was, verbaasd denk ik niet, was de volksgezondheid het grootste onderwerp. Het buitenlands beleid, dat kunt u hier zien in die staafdiagram, is eigenlijk altijd een belangrijk thema, omdat de troonrede Nederland in een internationaal en Europees perspectief plaatst. Nederland in de wereld. In de Verenigde Staten heet het equivalent van de troonrede heet de State of the Union. Ook daar zie je dat er veel verwijzingen zijn naar het buitenland, de internationale omgeving. Nou, er zijn ook wat onderwerpen die opvallend minder aandacht hebben gekregen dit jaar. Daar gaat Gerard zo meteen iets over zeggen, dus misschien moeten we daar nu even naartoe gaan. Het grootste onderwerp is dus, op nog grotere voet de aandacht zou je kunnen zeggen, is de volksgezondheid. Gerard, ik schakel even naar jou over. Ja, het valt op inderdaad dat de gezondheidszorg de meeste aandacht krijgt sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat is natuurlijk te verklaren door de COVID, maar ik denk dat er ook al problemen vorig jaar gesignaleerd werden in de gezondheidszorg. Waardoor je zou kunnen zeggen dat er eigenlijk een dubbele crisis is in die sector. Daarnaast, als we nog verder kijken naar de stijgers, wat mij opviel was dat milieu toch hoog in de aandacht staat. Zeker zeer hoog als je dat ten opzichte van alle jaren vanaf 1945 bekijkt. Dus ondanks de crisis is een onderwerp waar dat meestal van de agenda verdwijnt als het economisch of anderszins slecht gaat met de samenleving van de agenda verdwijnt, is dat toch hoog op de agenda blijven staan. Dus dat is opvallend. En daarnaast is ook sociale zaken, maar wij definiëren daar ook allerlei andere sociaal welbevinden enzovoorts onder. Die staat ook hoog op de agenda. En daar staan dus die uitspraken over het sociaal welbevinden van in de maatschappij centraal.
Die is ook gestegen dit jaar. Ook samenhangend met de COVID-crisis, de macro-economische berichtgeving daarover, ook een stijger dit jaar. Als ik dan naar de dalers meteen ga, zie je dat er ten opzichte van vorig jaar een veel minder aandacht is gekomen voor immigratie en integratie. En daar valt ook onder alle berichtgeving over de vluchtelingen uit Syrië, uit het Midden-Oosten. En ik zou zeggen, ja, dat in de politiek van de aandacht zie je toch dat echt dat onderwerp de verliezer is van dit jaar. En die is dus van de agenda afgedrukt door de coronacrisis. Maar ook het onderwerp, en dat is misschien minder rauwig voor sommige mensen, dat het functioneren van de regering en de democratie van de agenda is. Vorig jaar was het een belangrijk punt met betrekking tot het functioneren van de UWV en de Belastingdienst. Die zijn ook van de agenda afgeduwd als het ware. Dat zijn de stijgers en dalers. Arco, misschien kan je het plaatje over de Herfindahl laten zien, de concentratieindex. Misschien voordat we daar naartoe gaan, ik heb hier ook nog de grafiek staan van de law and order-achtige onderwerpen, justitie, criminaliteit. Daar zien we niet per se door de coronacrisis, want kijk maar naar de waardes in de jaren voor dit jaar. Maar we zien de laatste jaren een dalende tendens voor de aandacht voor aan justitie en criminaliteit gerelateerde onderwerpen. Dus dat is, ik heb hierbij gezet BOA's uitgezonderd, want daar hebben we het natuurlijk veel over gehad. Fok en Sukke hadden pas een hele mooie cartoon waarbij twee studenten, geloof ik, naast elkaar zaten, zo dicht bij elkaar als jullie. Fokke zei tegen Sukke van, heb je nu een dikke prent gekregen? Nee, een motie van afkeuring. Het was een hele mooie. Er was net een vraag, want jij had het net over rechtsstaat en dat soort onderwerpen. Nou, het eigenlijk... Ja, maar dat is vaak een niet zo heel groot onderwerp hoor, technologie en wetenschap. Je kun je ook bedenken, moet je het dan van de troonrede hebben, vanuit de universiteit kijkend, moet je het dan van de troonrede hebben om daar toekomstperspectief in te zien? Dan heb ik liever de discussie over het geld straks, als ik dat dan maar in ons welbegrepen eigen belang mag uitdrukken. Hier aan de Universiteit Leiden bijvoorbeeld. Maar dit is dus ook een daler die al een aantal jaren na veel hogere punten, hè, dat zien we heel duidelijk hier. Het is allemaal relatief, hè. Het gaat om percentages aandacht voor dit thema in de troonrede. Dus dan hebben we het nu over een kleine 4%. Dat is wel eens bijna 14% geweest. Nou, dat is toch best een hoog percentage. Want om u een idee te geven, wij kijken naar 21 verschillende thema's. Dat getal 21 heeft een historische reden. Omdat het internationaal is afgestemd. Dus dan kunnen wij in Nederland niet zeggen, nou dan nemen wij er 35 of 6. Dus dat verklaart het. Dus u moet het zien in termen van de verdeling van aandacht. Daar gaan we zo naar kijken. Onder al die 21 verschillende onderwerpen, al die topics, macro-economie, milieu, energie, sociale zaken, defensie, internationale relaties, waar de EU een onderdeel van is, landbouw en voedsel en noem maar op. Oké, Gerard, ik laat nu de Herfindahl zien. Ja, dat is een term, dat is een statistische term. Daar ga jij zoiets over vertellen. En dat is deze. Is die nu kleiner, die grafiek? Nee, hè? Is die iets kleiner geworden? Zal ik hem iets groter maken? Zo. Zo is die beter te zien, hè? Nou, het maakt niet zoveel uit eigenlijk. Deze? Ja. Zo is die beter. Oh, zo. Ja. Zo? Oké. Goed. Gerard... Ja. Mensen moeten denk ik even naar deze grafiek kijken om hem op zich te laten inwerken. Maar misschien kun jij de grafiek even toelichten en wat commentaar erop geven. Wat betekent deze grafiek? Ja, een Herfindahl-index wordt gebruikt eigenlijk in het aangeven van van
businesses, zeg maar de verdeling, de marktverdeling van verschillende bedrijven die een monopoliepositie zouden hebben of niet. Dus hoe sterker dat een bedrijf een machtspositie heeft op een basis, hoe hoger die Herfindahl-index is. En wij gebruiken deze om de concentratie tussen onderwerpen in kaart te brengen. Dus op het moment dat er van die 21 onderwerpen die je noemde, slechts 4 of 5 heel sterk in de aandacht staan en bijvoorbeeld 75% van de aandacht opeisen, dan is de Herfindahl-index heel hoog. En je ziet dat hij in het begin van de jaren, net na de Tweede Wereldoorlog, gedomineerd werd door een aantal aantal onderwerpen die heel belangrijk toen waren. En je ziet ook rond 2008, 2009 een piek. En daarin stond vooral macro-economie vanwege de economische crisis centraal. De reden dat we deze indeling laten zien, deze index laten zien, is dat we verwachten, we hadden dus hypothese, dat deze ook geconstateerd zou zijn dit jaar, maar dan rondom het thema gezondheid en arbeid en macro-economie. Dus 3 onderwerpen die de agenda zouden domineren. En dat is dus niet het geval. Je ziet dus dat die Herfindahl eigenlijk vrij constant blijft ten opzichte van de voorgaande jaren dat er een crisis was. En wij interpreteren dat komt omdat de COVID, de coronacrisis, eigenlijk in een groot aantal sectoren van invloed is. Dus je krijgt niet een concentratie op 3, 4 verschillende thema's, maar je ziet hem ook in internationale zaken bijvoorbeeld. Het is de internationale context waarin we zitten. De verschillende economische codes die we hebben, dus internationale zaken doen, maar ook binnenlands. De MKB wordt genoemd in verband en wordt in verband gebracht met de coronacrisis. Dus vandaar dat die concentratie eigenlijk toch mooi evenwichtig verspreid blijft door de tijd heen. Dat was voor ons opvallend, eerlijk gezegd. Ja, en je zou ook kunnen zeggen, als de troonrede nou op 15 mei was geweest, dan zou het best kunnen zijn dat die concentratie, dus in deze grafiek meer naar boven, dat die concentratie veel sterker was geweest. Dan was waarschijnlijk het thema volksgezondheid nog groter geweest. Dat is nu al het grootste onderwerp, maar dan was het misschien nog wel groter geweest. En hoe meer de aandacht geconcentreerd is op 1 of 2 van die thema's, hoe hoger die score in deze grafiek is. Nou, dat is dus blijkbaar niet gebeurd. En wat Gerrit net al zei, dat heeft dan te maken met in de tijd steeds meer onderwerpen die gekoppeld worden, gelinkt worden aan de coronaproblematiek. En dat zien we natuurlijk ook bij de voornemens en straks bij de monitalk van de Rijksbegroting. Nou, dan hebben we nog een paar plaatjes voor jullie. Wat we ook hebben gedaan, dat is zelfs het laatste plaatje al. Wat we hier hebben gedaan is de aandachtsverdeling in deze troonrede vergelijken met de aandachtsverdeling in het regeerakkoord. Dus besteedt het kabinet nu evenveel aandacht aan de thema's zoals die in het regeerakkoord zijn opgeschreven? Het regeerakkoord heeft natuurlijk een andere functie dan een troonrede. Is veel meer een document voor de coalitiepartijen om bij onderwerpen die gevoelig liggen tussen hen, om daar een goede formule voor te bedenken. Tegenwoordig ook wel meer als een agenda die ook openbaar wordt gemaakt. De eerste regeerakkoorden in de jaren 60 waren nog niet openbaar. Nu is dat wel zo. Soms zijn ze zelfs een bestseller. De meeste belangenbehartigers die ik spreek hebben hem ergens in de buurt liggen onder handbereik om de voornemens daarin te kunnen gebruiken. Ofwel beloftes ofwel risico's, om die risico's af te wendelen. Dus dat is wat het regeerakkoord anders maakt dan een troonrede. Nou, wat we hier zien is dat wat betreft de volksgezondheid, daar waren natuurlijk al wat onderwerpen op de agenda. Denk maar aan de vergrijzing, denk maar aan de kosten, denk maar aan het blijvende tekort, niet alleen in het onderwijs, maar ook in zorgpersoneel. Dat is eigenlijk door de COVID-crisis alleen maar zichtbaarder geworden. Dus daar zien we eigenlijk een beetje eenzelfde hoeveelheid aandacht. Maar wat we ook zien, dat noemen wij dan de geadopteerde onderwerpen die in het regeerakkoord relatief
weinig aandacht kregen en nu veel prominenter. Dus die zijn op de agenda gekomen, terwijl dat misschien niet zo expliciet voorgenomen was in de kabinetsformatie. En we hebben het ook over weesonderwerpen. En dat zijn de onderwerpen die wel uitgebreid in het regeerakkoord stonden, maar die nu minder aandacht hebben gekregen in die concurrentie die er voortdurend is tussen onderwerpen om prioriteiten. Gerard, wil jij nog iets toelichten op die grafiek met die verschillen tussen het regeerakkoord en de troonrede? Dus u ziet hier de rode lijnen, dat zijn de hoeveelheden aandacht in de troonrede. En die blauwe die daaronder staan, die geeft aan de hoeveelheid aandacht in het regeerakkoord. Nou, nee, ik kan me aansluiten bij wat jij zegt, dat we dat er onderweg, in, zeker in dit jaar ten opzichte van het regeerakkoord, diverse onderwerpen bij zijn gekomen die niet in het regeerakkoord stonden. Uiteraard is sociale zaken en het welbevinden, welzijn een groot thema in 2020 in de troonrede en niet zozeer in het regeerakkoord. Maar ook macro-economie heeft veel meer aandacht gekregen in de troonrede nu ten opzichte van het regeerakkoord. En dat laatste is toch wel, dat vond ik toch wel een beetje opvallend. Omdat een troonrede nou niet zozeer heel erg gedetailleerd in macro-economische zaken duikt. Ten opzichte van een regeerakkoord. Een regeerakkoord kan veel gedetailleerder daarop ingaan. Dus dat is toch echt wel een effect wat je ziet, denk ik, wat door de coronacrisis is gekomen. En ja, het buitenlands beleid bijvoorbeeld, dat krijgt ook altijd veel meer aandacht in een regeerakkoord. Maar dat heeft met de status van waar een regeerakkoord voor bedoeld is. Hè. Je hebt vaak een beschouwende situatie ten opzichte van de rest van de wereld. En een regeerakkoord is veel meer voor de binnenlandse markt bedoeld. Ja, wat ook opvallend is, is dat er nu minder aandacht is vergeleken met het regeerakkoord voor de arbeidsmarkt. En ik zei net, als de troonrede 4 maanden geleden was gehouden, was volksgezondheid misschien nog groter geworden. Het zou kunnen zijn dat als de troonrede 4 maanden later zou worden gehouden, ergens in januari, dat dan de aandacht voor de arbeidsmarkt weer veel groter zou zijn dan nu. Omdat we zien natuurlijk, hè, er wordt in de troonrede gesproken over een verdubbeling van de werkloosheid, maar de werkloosheid was heel laag. Historisch laag zelfs. Het zou best kunnen zijn dat dat straks op de politieke agenda van de dagkoersen van de aandacht zou je kunnen zeggen, dat straks na de jaarwisseling, of misschien wel daarvoor, ook allemaal weer anders is dan nu. Dus dat geeft ook wel aan dat zo'n troonrede, om die goed neer te zetten, en daar wil ik ook mee afsluiten, dat dat een heel lastige opgave is voor een kabinet. En dat is misschien ook wel de reden dat die wolligheidsindexscore zo hoog is. Om de juiste mood of the country te voelen en de juiste hoeveelheid aandacht te besteden aan onderwerpen. Terwijl je eigenlijk bij werkloosheid en werkgelegenheidsvraagstukken nu als kabinet niet heel veel meer kan zeggen dan dat je wat investeert om te voorkomen dat de banenverlies is, hè, het derde steunprogramma bijvoorbeeld, maar dat je niet kunt vooruitzien hoeveel mensen straks echt hun werk kwijt zijn. En dat is natuurlijk ook gevaarlijk als je daar in een troonrede dingen over gaat proberen te voorspellen. Dus ja, dat illustreert dat die wolligheidsindex niet zomaar uit de lucht komt vallen, maar dat zo'n troonrede ook echt een verzameling is van heel afgewogen, niet altijd even spannende woorden en woordkeus. Bovendien ook nog eens een keer uitgesproken door de majesteit. Er is vandaag geloof ik ook een alternatieve troonrede uitgesproken. Volgens mij was die veel gepeperder. Uiteraard natuurlijk ook met enige politieke strategische redenen daarvoor. Er waren 2 Kamerleden van de SP volgens mij die op een foto stonden. Die waren er net geweest. Dus dat is natuurlijk ook een oppositiemiddel. En dat is een heel ander verhaal bij de troonrede die door de majesteit wordt uitgesproken. Dus ja, dat wat betreft de analyse van de stijgers en dalers en de aandachtsverdeling en de wolligheid. Sophie, kan ik het woord nu aan jou geven voor het aankondigen van het panel? Of doen de panelleden dat zelf? Oké. Ja, dat mag natuurlijk. Gerard, ik hou jou even in beeld. We nemen ook afscheid van jou. Zij het alleen maar voor dit moment natuurlijk. Wij spreken elkaar. Wij gaan er hier een stuk over schrijven trouwens voor het Montesquieu Instituut. Dat doen we ook elk jaar. Dus
Dat zal gebaseerd zijn op deze analyse en dat kunt u dan ook weer teruglezen. Oké, namens Gerard en mij dank voor uw aandacht. Ja, oké. Okay. Dames en heren, van harte welkom. In het verleden noemden we dit, het is al bijna een traditie binnen de FGGA, het miljoenennota-debat. Ik moet eerlijk bekennen dat er dit jaar iets minder debatvol zijn, al is het maar omdat de tijd die we hebben gekregen om de miljoenennota, nou ja, die is bijna nul geweest, hè, 3:15 aangeboden. Maar we hadden natuurlijk met elkaar wel het gevoel welke kant het op gaat en inmiddels zijn de highlights begonnen. Ik zal beginnen eventjes de mensen voor te stellen en na hoe we het een beetje plan zijn te doen. In het midden, Steven Wijnberg, heb ik gevraagd, is lid van de Tweede Kamer, D66. Altijd niet te beroerd om ferme uitspraken te doen, dus altijd leuk, zeker. Vaak wel. Maar ook niet onbelangrijk, een dossier wat aan het najaar zal gaan spelen. En wij kijken altijd graag vooruit in ons vakgebied. Heeft te maken met natuurlijk de herorganisatie en het opnieuw nadenken en het nieuw vormgeven van het toeslagenstelsel. Nou, er zijn diverse partijen die hebben daar een serieuze poging ondernomen om dat goed neer te zetten. En Steven heeft ook een initiatief, voorstel. Ik weet dan niet welke status dat precies heeft. Maar dat is een zeker, en dat durf ik te zeggen vanuit mijn vakgebied, een zeer kansrijke optie om eens te bespreken om dat te doen. Dat is een belangrijk onderwerp, denk ik zelf, omdat gegeven de situatie met corona en veel van de miljoenennota tekst gaat over inkomenssteun, de veranderingen in het begrotingsbeleid, laten we zeggen vorig jaar rond deze tijd, ten opzichte van nu, dat is eigenlijk allemaal inkomenssteun, vraaguitvalsteun. En het toeslagenstelsel is daar een fundament onder. Dus Steven, fijn dat jij erbij bent. Wie maar zal even de andere mensen introduceren. De andere gast van het ISO is Leon van den Neut. Die is daar bestuurslid. Die heeft de portefeuille, moet ik goed zeggen, begrotingscyclus overheid, onderzoek, onderwijs, duurzaamheid en internationalisering. Dus vroegen bij een af wat doen de andere mensen in het ISO-bestuur. Dus we zijn heel blij dat Leon hier vandaag is en dat hij
ja, het licht van ISO over deze miljoennota wil laten schijnen. Want het leek ons een heel goed idee om ook de miljoennota te belichten vanuit wat doet de miljoennota voor studenten. Want wij maken ons als docenten natuurlijk enorme zorgen over onze studenten. Want met de coronacrisis kan je je voorstellen, je zit allemaal op je studentenkamer. Je moet op afstand onderwijs krijgen van je docent. Dat is natuurlijk het meest zwaar voor de student. De studenten raken banen kwijt door de coronacrisis. En er zijn ook wel wat discussies over leenstelsels en over de woningmarkt. Dus we dachten, wij moeten het ISO hier hebben. We zijn heel blij dat Leon er is. En naast mij zit Wiemer Bolhuis, docent in de sfeer van economie van de publieke sector en andere vakken. Een proefschrift op het terrein geschreven waarin regeerakkoorden en ook verkiezingsprogramma's worden doorgerekend door het Centraal Planbureau. Hoe heeft dat zo'n taalslag dus financieel-economisch sterk onderlegd op deze thematiek? Mijn naam is Koen Caminada, ik ben hier bestuurder in het faculteitsbestuur en ik ben hoogleraar empirische analyse. We beginnen even met een vrije ronde. Geef eerst daar Steven het woord om iets te vinden van wat we hebben meegekregen uit de miljoenennota. En misschien even ter inleiding daarvan, voordat we jou het woord geven, Steven. Het is natuurlijk een operatie van ongekende omvang. We zagen net even iets over allerlei indexen, maar als wij kijken naar de macro-economie en naar de steunpakketten die zijn gedaan, dat is onwaarschijnlijk groot. Normaal zeggen wij altijd tegen de studenten, de beleidsvrijheid voor een kabinet van jaar op jaar is zeer bescheiden. Als je dan 1 of 2% van het budget in een jaar of in een regeerakkoord verschoven krijgt, dan zijn dat grote verschuivingen in de Nederlandse politieke verhoudingen. Nou, als je nu kijkt wat er in een jaar is gebeurd, dat kent zijn weerga niet. Dus dat relativeert misschien ook, een van de openingsvragen aan jou, Steven, wat zo'n miljoenennota nou zegt. Als we het op zichzelf van jaar op jaar afspreken en alle marges zijn blijkbaar in de praktijk klein, maar er ontstaat iets groots in de economie, zoals een pandemie, dan kunnen we blijkbaar heel veel schuiven. Dat is het eerste. Het tweede is, en daar zullen we hier dadelijk, en ook de andere panelleden en wij zelf ook een beetje op reageren, er is nog niet heel lang geleden een stuk verschenen in het economenblad ESB, waarin de economen op voorhand is gevraagd, doet het kabinet het nou goed? Geef advies richting de miljoenennota. Dus dat is een paar weken geleden opgetekend. Met natuurlijk hele belangrijke aandachtsvelden die economen gaven. Die zijn het nooit met elkaar eens, maar op dit punt wel. En de teneur is toch wel dat toen al werd gezegd, het kabinet moet inkomensondersteuning geven, vraaguitval voorkomen, mag die staatsschuld echt wel wat laten oplopen. En over maatvoering zal iedereen wel verschillend denken, maar dat was grootste gemene deler. En als laatste ter introductie wil ik nog even zeggen dat bij die economen, en die zijn ondervraagd, 364 waren dat, was representatief, dat 80% mannen zijn en maar 20% vrouwen, want zo zit ons vakgebied in elkaar. We hebben vandaag alles aan gedaan om ook weer een vrouw in het panel te krijgen, maar in dit economengebied zijn die er gewoon wat minder. Dus we hebben er wel naar gekeken, maar dat is niet gelukt. Steven, wat is jouw gevoelen bij het aanhoren van de troonrede, maar misschien ook al een eerste blik op de miljoenennota? Ik stel me zomaar voor dat jij hem een paar dagen eerder hebt gekregen om je te kunnen voorbereiden. Is dit verstandig wat het kabinet doet? Ja, hallo allemaal. Leuk om weer in een collegezaal te zijn waar fysiek mensen in zitten. Dat moet voor jullie goed voelen. En ik vind het ook leuk om er weer te gast te mogen zijn. Digitaal onderwijs is goed, maar elkaar kunnen aankijken is beter. Is volgens mij de les. Dus dat vind ik al leuk dat toch langzaam en zeker her en der weer kan. Moet volgens mij zoeken om het nog veel meer te kunnen doen. Maar dat is eigenlijk. Ik wil heel graag iets over dit plaatje zeggen, maar dat sluit zo slecht aan op jouw twee vragen dat ik dat dan bewaar tot het vervolg. Kijk, als je mij zegt, ik ben de vice-fractievoorzitter en ik ben ook de woordvoerder belasting en arbeidsmarkt. Dus ik heb de eerste maanden van de coronacrisis niet zoveel geslapen, maar dat ging dan niet over de zorgkant, maar over de steunmaatregelenkant. En ja, deze miljoenennota en troonrede is voor mij totaal anders dan anders. Als je me 6 maanden geleden had gevraagd, gaan jullie beleid maken waardoor 3 miljoen Nederlandse werknemers door de overheid hun loon doorbetaald krijgen, had ik je echt aangekeken alsof je knettergek was geworden. Maar het is wel wat we hebben moeten doen en gelukkig maar hebben gedaan. En met resultaat, want je ziet ook uit de studies van het Centraal Planbureau die vandaag verschijnen, dat de economische dip bij ons is heel zwaar, maar is echt veel minder sterk dan in de landen om ons heen, omdat wij een heel actief, ook heel erg op baanbehoud en op het helpen van ondernemers gericht steunpakket hebben gemaakt. Dat in totaal gaat er 60, 70 miljard euro in om, ongeveer 10% van onze economie. En dat zijn echt ongekende grootheden. En inderdaad, ik kom ook uit de school van, lukt het ons om nog ergens 100 miljoen te verschuiven? Ook al veel geld. Maar dit is echt ongekend. Wat mij bij de troonrede dus opviel, is dat hij dus deels, ik heb hem onder embargo gezien, dat is ook geen geheim. Hè? Wij krijgen onder embargo op vrijdag de stukken, die dan traditioneel binnen ongeveer 5 seconden op een nieuwswebsite verschijnen. Dus
Zo heel veel voorsprong is dat niet. Een van de dingen is wel dat ik de belangrijkste dan de miljoenennota vind ik op dit moment eigenlijk het steunpakket. We hebben een nieuw steunpakket tot juli volgend jaar voor zelfstandigen, voor ondernemers, geld naar gemeenten, geld voor de cultuur, heel veel geld weer voor baanbehoud. En eigenlijk is dat veel groter nieuws voor mij dan wat we in de begroting nog precies doen. Tweede grote voor mij was dat er werd net gezegd, de woorden zijn wat wollig in de miljoenennota. Laat ik één ding noemen en ook in het schoonreden wat ik mooi vond. En dat is dat volgens mij voor het eerst de koning het niet meer had over klimaatverandering, maar over de klimaatcrisis. En wij gebruiken dat woord zelf al wat vaak. En dit gaat om woorden. En die troonreden worden op goudschaaltjes de woorden gewogen. En hier is echt een statement dat het echt voorbij is met het ontkennen van klimaatverandering. Met doen of we daar de tijd voor hebben. Het is gewoon crisis. Vergelijkbaar met een economische crisis. Ik vond het heel mooi. Dat was nou zo'n woord dat ik even echt op ging zitten. En trots was dat mijn bewindslieden dat in de miljoenennota hadden gekregen. Misschien dat even vooraf. Maar ongekende tijden en het steunpakket en het investeringspakket van tot nog één zin. Juist het klimaat, maar juist ook investeren in groene innovatie, in waterstof, in de woningmarkt, is wat je nu moet doen. En in die zin ben ik ook heel anders dan 5 jaar geleden aan het denken als het gaat over de rol van de overheid. De rente is negatief ongeveer. Dit is het moment om niet alleen steunpakketten te doen, maar ook echt te investeren in een groene toekomst, maar ook in onderwijs, in scholing. En we maken niet de fout van de vorige crisis. Kijk naar Wimar, we hebben daar samen wat de voetstapjes liggen. Toen zijn we gaan bezuinigen. Vanaf toen heel begrijpelijk, maar wel denk ik een hele harde les die we hebben geleerd. Dat niet altijd het goede opleverde. De crisis ook af en toe onnodig verdiepte. En in deze crisis was daar totaal geen ruimte voor. Die was zo abrupt. Hier zijn de schatkist is hier letterlijk open gegaan. En we scheppen er nog extra geld bij om te investeren. En maar goed ook. Dankjewel voor je eerste aftrap en ik wil voorkomen dat we dadelijk aan het eind van de rit vergeten, omdat je zo gebrand was op dat plaatje. Dus geef even je reactie die je kwijt wilt tot. Ja, ik moest zeggen, ik ben een van de onderhandelaars bij ons van het regeerakkoord. Ik heb onder meer de arbeidsmarktonderhandelingen gedaan en die over geld en zo. En wat viel mij nou op? Ik ga er 3 uitlichten. De eerste is klimaat. Dat is een strategische keuze geweest van, denk ik, D66 en de ChristenUnie om maar 1 ding op te schrijven. We gaan de Parijsdoelen halen. Dat vond ik heel eng. Want daar hadden we dus niet 100 beleidsmaatregelen ondergelegd, maar gewoon een doel. En dan gingen we de coalitiepartijen aan houden. Nou, dat is een beetje high risk, maar daar is het klimaatakkoord uitgekomen. Dus daarom is het ook een hele korte paragraaf. We hebben gezegd, dit is het doel en dat moeten we halen. En tot er een pakket is in de uitwerking wat dat niet haalt, zijn wij niet tevreden. En komen jullie de afspraak niet na. Dus daarom stond er maar een hele korte paragraaf bijna in. We gaan Parijs halen, punt. En alle beleidsporno daaronder, hoe je dat dan moet gaan doen, hebben we gezegd, nee, dat gaan we daarna wel regelen. Maar dit hebben we afgesproken. De arbeidsmarkt hebben we precies het omgekeerde gedaan. Daar hebben we heel lang op de sociale partners gewacht, de vakbewegingen, de werkgevers. 3 keer een deadline gegeven en uiteindelijk kwamen die er niet uit om de arbeidsmarkt te hervormen. Toen zijn de laatste 2 weken, toen alles was eigenlijk al bijna klaar, zijn de 4 secondanten van de onderhandelaars en de 4 arbeidsmarktwoordvoerders, waaronder ik, via de achteringang in de zaal naast en soms in de stadhouderskamer gaan zitten. Dat hebben we heel goed buiten het oog van de camera's gehouden. En zijn we met elkaar alsnog een arbeidsmarktparagraaf gaan schrijven toen de sociale partners niet leverden. We waren een beetje te enthousiast, dus dat was een heel dik boek geworden. Dat hebben ze nog gehalveerd, maar nog steeds was dat in verhouding tot de rest van het regeerakkoord heel precies en dik. Je ziet het ook als je het regeerakkoord erbij pakt. Dus dat is gewoon de schuld van 4 arbeidsmarktnerds bij elkaar zetten van 4 partijen. En dan krijg je gewoon veel te lang stuk. Daarom ook zoveel aandacht. En klimaat, rechten en immigratie en integratie is denk ik misschien wel een van de onderwerpen waar deze coalitie het meest fundamenteel over van gedachten verschilt. En bijvoorbeeld mijn partij, die een veel openere houding heeft op dat dossier dan bijvoorbeeld de VVD en CDA, hadden bijvoorbeeld behoefte, omdat er een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer was, om dit tot achter de komma dicht te schrijven. Ik hou niet zo van gedetailleerde regeerakkoorden, maar hier hadden wij nou de behoefte om het heel precies op te schrijven. En de andere partijen hadden het ook. Dus hier is gewoon heel lang over onderhandeld. De formatie met GroenLinks is er deels op mislukt. Dus daarom is dit zo'n ontzettend gedetailleerde en ook uitgebreide paragraaf in het regeerakkoord. Dus er zit vaak ook echt wel, zeg maar, onderhandelingsgeschiedenis achter. Dat wil ik nog even zeggen. Ja, dankjewel voor de toelichting. Wij schrikken ook overigens niet van dikke boeken en dikke paragrafen op de universiteit. Daar herkennen we wel. Toch mooi dat jullie even hier een achtergrondspel te horen krijgen over hoe je onderhandelt. Hoe onderhandeld is over dit regeerakkoord. Leon, ik wil naar jou. Jij zit hier vanuit ISO. Jullie vertegenwoordigen HBO-studenten en MBO-studenten. Wat is jullie reactie op de miljoenennota? Nou ja, over de studenten vandaag is eigenlijk niet heel veel nieuws te zeggen. En dat stelt me een beetje teleur. Ik merk dat er wordt heel veel gepraat over langetermijnsinvesteringen. Er zijn mooie fondsen opgericht. Het groeifonds van Wopke en Wiebes. En het
fonds uit Europa focust ook op lange termijn investeringen en duurzame groei. En die focus op kennis en innovatie van die fondsen is mooi. Maar er wordt ook continu onderwijs in genoemd. En naar de student zie ik, daar wordt niet extra aandacht aan gegeven op dit moment. We hebben natuurlijk wel al de maatregelen die afgekondigd zijn. De verlenging van het OV en van de aanvullende beurs met 3 maanden. Van de studenten die tijdens de corona perikelen aan het studeren waren. Maar ja, vandaag is gewoon niet zo heel veel over studenten te vertellen. En we zien ook niet zo heel goed wat het met studenten doet. Het zit niet in de CPB-modellen. Investering in het hoger onderwijs is geen positieve factor in het CPB-model, in de doorrekening van de akkoorden. En uiteindelijk in de koopkrachtberekeningen van de macro-economische verkenning staan we er ook niet in. Dus ja, op het moment ben ik heel erg snakkend naar zicht op wat het nou al deze maatregelen met de positie van de studenten nou werkelijk doen. En zeker in economisch opzicht dan. Ja, dat snap ik, hè? Want studenten hebben inderdaad geen eigen koopkrachtplaatje. Dus je weet niet zo goed wat er met studenten gebeurt als je de CPB-stukken doorleest. Overigens niet iedereen kan aanraden om het een te doen. Maar jouw vraag is dan, wil je als ISO eigenlijk een gedeelte uit het Wopke Wiebersfonds hebben? Wat wil je dan? Wat zou je willen hebben? Een structurele investering in hoger onderwijs. Want op een incidentele investering, dat is heel fijn. Dat is fijn om deze generatie te verlichten. Het is fijn om de studievoucher vandaag, waar niet over gerept is in de miljoenennota. Die ombouw naar verlichting van het sociale leenstelsel op het moment, dat zou een heel mooi iets zijn. Maar ja, dat is incidenteel. En dat is het enige wat ik op dit moment zou kunnen zeggen. Oké, qua incidentele dingen zouden wij dit graag willen zien. Maar voor ons ligt het echt veel meer op de structurele investering. Wat gaan we doen in de lange termijn? Zorg dat onze hoger onderwijsinstellingen wel meer docenten aan kunnen nemen. En wel kleinschalige onderwijs kunnen voorzien. Wat in elk plan van elke hoger onderwijsinstelling terugkomt. Focus daar nou een keer op. Oké, dus je had er graag inderdaad structurele investering in hoger onderwijs gezien. Ik denk dat we even dan aan de politicus moeten vragen, heeft zij nou een punt? Wat is er gebeurd? Moet dit dan? Ben je er mee eens? Ik begrijp wel dat hoger onderwijs, net zo goed overigens als ook investeren in jonge kinderen, vind ik ook een fantastische business case. Dat geldt echt niet alleen voor het hoger onderwijs. Dat zit niet in dat Wopke Wiebersfonds of hoe je het ook in hemelsnaam wil noemen, die 20 miljard. En daar hoort het wat mij betreft ook niet. Dat zijn eenmalige dingen, of je nou een Noord-Zuidlijn aanlegt of investeert in waterstoftechnologie. He, dat zijn echt eenmalige investeringen. Maar ik ben het helemaal met je eens dat een investering in onderwijs is ook een hele goede investering. Maar eentje die je elk jaar opnieuw moet doen. En ik zie de nadruk gaat nu heel erg in hoe krijgen we het onderwijs nu weer op gang. Wat doen we voor studenten met studievertraging? Daar had je het zelf al over. Maar volgens mij als we straks en dat ligt dus denk ik nu heel erg op hoe houden we het onderwijs in de lucht, hè? De enige onderwijsvoorstel die ik deze week heb gehoord was van de VVD. Die geloof ik wil dat, ik weet niet of hier in de zaal is, dat er een mystery guest bij college zou komen zitten om te kijken of de docenten hun best wel genoeg deden, zeg maar. Dat is maar ook volstrekt overbodig wat mij betreft. Ik geloof ook dat het plan langzamerhand is ingetrokken. Maar de zoektocht is dus voor een nieuw kabinet, is wat mij betreft dat we bij de investeringen, hè, er gaat nu extra geld uit hoger onderwijs, maar dat komt uit de opbrengst van het leenstelsel. Dat heeft natuurlijk in deze vorm ook voor langste tijd gehad. En een van de grootste risico's die ik zie is dat als we straks het leenstelsel gaan veranderen, ik mag wel verklappen geloof ik dat onze partij en het ISO daar nogal nauw hebben samengewerkt rondom ons nieuwe voorstel daar, dat voor sommigen dat weer een excuus wordt om dan die extra investering maar weer terug te trekken. Ik zag het ook in de voorbereiding op dit. Dat kan in ieder geval niet. Ik bedoel, als we iets aan het leenstelsel gaan doen, moet er gewoon geld bij. Maar we gaan niet die miljard die het hoger onderwijs in gaat terugdraaien. Dat lijkt me echt oliedom. En sterker nog, ik denk dat we naast de investeringen in de wetenschap, die wel in dat Wopke Wiebersfonds zitten, dat we breed moeten investeren in onderwijs. Maar laten we het dan echt niet beperken tot het hoger onderwijs. Dat is ook jonge kinderen, ook heel goed voor de ontwikkeling. Het is de basisschool, het is de middelbare school. En inderdaad, ik deel je frustratie. Als ik dit naar het Centraal Planbureau stuur, dan is dat hetzelfde alsof ik broodjes bij de bakker koop. Je krijgt er niks aan die investeringen, wat we denk ik allemaal voelen dat het dat is.
en ook elke econoom weet dat het is, ja, die krijg ik als ik een doorrekening van mijn verkiezingsprogramma doe helaas niet gehonoreerd. Dat is, als je het hebt over langlopende frustraties, is dat er ook wel een. Ja, dus misschien even als toevoeging is inderdaad, zoals je verkiezingsprogramma laat doorrekenen en je zegt ik geef extra geld uit aan onderwijs, dan zie je dat wel op korte termijn, wat stimulans in je economie en werkgelegenheid, er wordt docent aangenomen. Maar wat je niet ziet, is dat op lange termijn, in de CPB-doorrekening dus, de economie harder groeit, dat mensen hoger opgeleid worden en dus productiever zijn. Dat zie je niet op de lange termijn in de doorrekening. Dat is een grote frustratie van D66 en wat andere partijen, weet ik ook, voor jullie financieel woordvoerder. Maar jouw belofte is wel dus, bij de volgende verkiezingen gaat D66 iets aan het onderwijs, het sociaal leenstelsel doen. En aan investeren in structureel en hoger onderwijs. Dat is het tweede. In onderwijs algemeen. Maar kan je misschien wel even uitleggen, want er zijn denk ik wel mensen die zeggen, ja, maar dat Wopke Wiebersfonds, het gaat toch over onderzoek en ontwikkeling. Er zit kennisinnovatie, zit daarin, hè? Kennisontwikkeling. Maar waarvoor allemaal kunnen we niet als universiteit dat krijgen? Omdat ik als dat zijn allemaal eenmalige projecten. Dus dat gooi je er één keer in en dat heeft rendement. Alleen ik wil niet één keer geld in het hoger onderwijs stoppen. Ik denk dat we daar elk jaar geld bij moeten. Kan iedereen die naar de website gaat van mijn partij vindt een heel mooi onderwijsplan van mijn twee onderwijscollega's. Letterlijk van investeren in de jongste kinderen tot aan het hoger onderwijs. Omdat ik daarin geloof als motor voor kansengelijkheid. Als motor van vooruitgang. Als manier waarop Nederland ook in de toekomst gewoon een welvarend land kan blijven. Dat doen we niet doordat we de goedkoopste zijn, maar wel doordat we de slimste zijn. En omdat we met die vernieuwing kunnen we ook weer nieuwe innovaties, wetenschap. Dus daar gaan we in investeren. En ja, en over het sociaal leenstelsel ligt er een plan om de aanvullende beurs uit te breiden. En de toeslagen, daar komen we zo nog op. Wij willen een soort negatieve inkomstenbelasting, waarbij elke Nederlander, dus ook elke student, elke maand €300 terugkrijgt van de Belastingdienst als hij geen inkomen heeft, omdat hij niet werkt. En dat zou samen met die aanvullende beurs echt een soort nieuwe vorm van inkomensondersteuning kunnen zijn. Maar goed, dat. Misschien mag ik me ook eventjes als docent opstellen, om een beetje dingen te duiden. Even het Wopke en Wiebefonds. Steven, wat vinden we daar nou van? Het zou eerst 100 miljard worden, dat is het natuurlijk niet geworden. Jij noemt het nu amper van 20 miljard, dat is niet onjuist, maar wel over 4 jaar. 5 jaar eigenlijk, 5 tranches. Het zijn dus kleine stapjes om het jaarlijks met 4 miljard euro te vullen. Dan is dit kabinet klaar in de hoop en verwachting dat misschien een volgend kabinet het naar de 20 miljard gaat trekken. En dan is dus inderdaad de onttrekking daarvan, met alle respect, zoals ik het lees als deskundige, volstrekt onduidelijk en bureaucratisch, wat niet vastgelegd. Als je hem zo even afpelt, en jouw invulling ook nog, we trekken er af en toe 1 keer een bedrag uit. Hè, je kunt hem niet structureel zien, daar kun je ook wat van vinden. Hadden we daar nou wel aan moeten beginnen? Nou kijk, dingen die... We zitten in een wat bijzondere tijd dat lenen ongeveer gratis is voor de overheid. En dat betekent dat meer projecten rendabel zijn dan ze vroeger waren. Want je hoeft als overheid minder rente over te betalen. Ik vind bijvoorbeeld investeringen in onderwijs die hier niet in zitten, en die kritiek is ook terecht, maar dat hoort gewoon via de begrotingen. Dat doe je elk jaar opnieuw. En we hebben al allerlei middelen, bijvoorbeeld voor infrastructuur, maar dat zit voor de komende 10 jaar geloof ik al ongeveer helemaal vol. En wat nou wordt bedoeld is om hier nou de meest kansrijke, echt projecten van de toekomst om eruit te trekken. Ik denk dan altijd aan de Noord-Zuidlijn als het om infrastructuur gaat. Ik denk aan waterstof, ik denk aan wetenschappelijke projecten. En wat er wel vernieuwend aan is, je had het ook op een andere manier kunnen doen, tuurlijk. Is dat we dit nu helemaal buiten de politiek zetten. Daar is ook wel wat kritiek op van sommigen, maar dat vind ik ook wel moedig. En dat je gewoon zegt, laat iedereen maar pitchen wat zijn idee is. En dan gaan onafhankelijke wetenschappers en een aantal, er is ook een captain of industry in, die gaan dat beoordelen en zeggen dan, we kiezen nu wel voor die. En dat voorkomt dat politici met elkaar gaan kwartetten. Ja, maar mijn kiesdistrict moet ook nog een project. En hé, nu blijken alle beste projecten zitten in de Randstad. Maar dat kan niet, want er moet er ook nog één in Limburg. He, dus je probeert daarmee een wat zuiverder studie te doen. Waar nou echt het is, maar met wel drie blokken. He, infrastructuur, innovatie en wetenschap. En ik ben zelf heel blij dat de wetenschap één van die drie blokken is geworden. Want traditioneel gaat dit zo. Voor infra is altijd een hele makkelijke business case. Er zijn allemaal 100 studies over. Maar dat ook wetenschap daar gelijkwaardig ook voor een derde van de... van de pot mee loopt, vind ik winst. Had je dit ook gewoon uit de begroting kunnen doen? Ja, natuurlijk had dat gekund. Maar ik vind het wel een teken dat we niet bang zijn om ook de staatsschuld te laten oplopen. En jouw vraag over hoe ga je dat dan uitgeven? We gaan eerst goede projecten kiezen, nog dit jaar wat mij betreft de eerste tranche. Maar we weten allemaal, als we nu besluiten om een Noord-Zuidlijn door te trekken naar Schiphol, dat niet morgen de schop in de grond gaat. Maar ook gewoon, daarom zie ik het als een perspectief. Dat is niet een soort Keynesiaanse crisismaatregel waardoor we morgen heel veel geld gaan uitgeven. Daar zijn die projecten, die hebben gewoon tijd nodig, want ik wil
Je moet ook wel de slimme dingen blijven doen. Ja, ja, ik ben wel nieuwsgierig. Waarom is dit nou zo'n moeizaam fonds geworden? Het is ook niet zo'n start. Het is al moeizaam. Moeizaam in de zin van dat het zo lang geduurd heeft om het uit te werken? Dat de structuur zo onduidelijk is. Dat er zo'n kritiek komt en dat het zo'n enorme lange aandacht heeft. Nu komt het en nu is het nog niet veel. En maar even, je ongemak over die duur, die herken ik heel erg. Ik had toen dit werd vorig jaar aangekocht bij Prinsjesdag. En toen had ik eerlijk gezegd gewoon verwacht dat Wiebes en Hoekstra gewoon december vorig jaar met iets zouden komen. Het is volgens mij heel lang gesteggeld over hoe doe je het. Er is ook nu niet gekozen voor een soort fonds wat je met allemaal ingewikkelde regels moet vullen en zo. Dat vind ik ook wel verstandig. We gaan dit gewoon uit de schuld halen. Wat denk ik wel de zoektocht, is dat we, denk ik wel, we hebben wel wat lessen. We hebben vroeger ook dit soort fondsen gehad. Precies. En daar gingen politici zoals ik zelf, uiteindelijk konden zichzelf nooit bedwingen. En ik denk wel dat er heel erg is gezocht naar een manier om onszelf aan de mast te binden. Daarom ook al die adviesclubs en zo. Zodat ook het niet zeg maar een soort politieke koehandel wordt, maar dat je die 20 miljard ook wel echt daar uitgeeft waar het meeste maatschappelijke, dat vind ik wel de winst, hè. Het is echt niet puur economisch, zeg maatschappelijk rendement. Nee, Steven, 4 miljard. Ik blijf erbij, 4 miljard. Als je jaarlijks 4 miljard instopt, kan je ook 4 miljard ongeveer onttrekken als je het structureel nee, dat ontken ik dus niet. Het is uiteindelijk een fonds van 20 miljard, maar je zal nooit 20 miljard kunnen onttrekken. Hè. Tenzij dat je hem gaat vergroten op termijn, maar die politieke overeenstemming is er, begreep ik. Volgens mij, je kunt best kiezen om dit nog veel groter te doen als je goede projecten hebt hoor. Ik denk dat het hier wel meespeelt. Want er zijn natuurlijk ook wat veel grotere bedragen genoemd. Dat toen we natuurlijk hierover gingen denken was de staatsschuld 58% en leek nog verder te dalen. En inmiddels zitten we gewoon dikke 15 procentpunt hoger. Dus ik denk dat we ook daarmee iets, nu nog ook nog een keer daar 100 miljard in één keer uittrekken. Ik kan me voorstellen dat dat wel heeft meegespeeld om het tot, maar ik vind 20 miljard overigens nog steeds een heleboel geld. En 4 miljard ook trouwens. Maar je hebt helemaal gelijk, de Noord-Zuidlijn hakt er al aardig in. Dus het is niet dat nu dat je duizenden en projecten kunt doen. Dus daarom vind ik ook wel goed dat nu onafhankelijke partijen gaan helpen om te kiezen. Maar dat we wel een soort grove indeling, infra, innovatie en wetenschap hebben gemaakt. Ik heb een vraag aan Leon, maar wel een gekleurde vraag, zeg ik maar even. Een ingestoken vraag. Als ik kijk naar, en ik heb de nota nog niet helemaal gelezen, maar wel de aankondigingen daar naartoe. Dan zie je dat er inderdaad onwaarschijnlijke steunpakketten zijn om de economie draaiende te houden, om de vraaguitval te voorkomen, de werkloosheid te ondersteunen. Maar laten we even eerlijk zijn, ook bedrijven en burgers gewoon niet in faillissement laten gaan. Dus allemaal inkomensondersteuning. Als je dan goed kijkt, zijn bijna alle groepen van de maatschappij zijn, zeg maar, daarin vertegenwoordigd in alle regelingen. Maar er is één groep, en dan kijk ik ook een beetje naar Steven, die mag daar achteraan reageren, één groep niet. Dat zijn de studenten. Dus wat ik had verwacht is dat jullie zouden lobbyen en misschien ook morgen daarmee doorgaan voor een inkomensondersteuningsplan voor studenten. En ik zal dat even toelichten waarom ik dat denk dat dat verstandig is om te doen. Ten eerste is ook dat economische uitval. We zien dat studenten in de sfeer van inkomen drie pilaren hebben. Dat zijn deels vaak hun ouders die ook echt verplicht worden om bij te dragen in de studie. Deels is het lenen, sociaal leenstelsel, en deels is het natuurlijk ook de bijbaantje. Nou, dat laatste is in veel gevallen gewoon verdwenen. Dus bij alle andere inkomensgroepen in Nederland zie je dat de inkomensondersteuning is, maar bij de studenten niet. Maar je zei hem en passant even, maar je had hem niet helemaal bovenaan je lijstje staan. En mijn vraag aan jou is, zien we dan niet met elkaar in de inkomensstatistieken dat de studenten daadwerkelijk echt onder water komen te staan, dus echt in armoede leven, of hebben jullie daar geen signalen van? Nou, aan het begin van de crisis hebben we hier een punt van gemaakt tegenover de minister. Toen de eerste noodpakketten afgekondigd werden, zijn we hier wijds over in gesprek gegaan. Wie is welke minister is er dan? Sorry? Wie is de minister dan hier? Minister van Engels ook. Oké, ik dacht misschien een andere. Nee, goed dat je het vraagt. En toen kregen we te horen, je mag meer gaan lenen. Wij gaan geen noodpakket voor jullie opzetten. Wijk uit naar de lening. En dat was, na meermaals vragen, is dat het antwoord gebleven voor de student. Dus je mag je verder in de schulden steken, dat is je inkomstencompensatie. Nou ja, dat is enorm frustrerend, maar op het moment merken we dat we, omdat we daar niet, daar kunnen we niet beweging in krijgen. Daar zit geen beweging in, dat is het antwoord. Je kan je redden met je lening. En nu is het voor ons heel erg prioriteit om nou eens dat leenstelsel aan te pakken.
kijk nou eens naar de structurelere veranderingen binnen hetgeen wat nu die kwetsbaarheid van de inkomenspositie van de student bloot heeft gelegd. Mag ik iets op aanvullen? Volgens mij, wat je volgens mij ook zegt, wat ik herken, het heeft ook gewoon weer eens een keer de zwakte van het huidige systeem laten zien. Dus dat je vooral je oog op die bal houdt, snap ik heel goed. Tweede, wat er zijn natuurlijk twee dingen wel gebeurd. Volgens mij is er heel veel focus gegaan naar hoe gaan we studievertraging voorkomen. En volgens mij is daar de meeste energie naar gegaan. En in alle eerlijkheid, dat vind ik ook heel belangrijk. Dus dat vind ik ook wel begrijpelijk. Maar geen tweede, enkele tweede, euro. Tweede, maar geen enkele euro. Dat is niet helemaal waar, want er is 200 miljoen voor als je nu studievertraging hebt op afstuderen. Het loopt tot 1, als je afstudeert voor 1 januari, correct me if I'm wrong. En dat is natuurlijk in de veronderstelling dat we dan een beetje licht aan het eind van de tunnel hebben. Dus als we dan natuurlijk nog midden in corona zitten en verdragen. Hè. En bij anderen is je hoofddoel natuurlijk het inlopen van eventuele achterstanden. Hè. Dat is wat we allemaal het liefste doen. Tweede punt is, wat doe je dan met het feit dat heel veel studenten hun bijbanen zijn verloren? Terecht punt. Contact ook gehad met het ISO, maar ook heel veel met de LSVB en met de jongeren van de vakbeweging. En hier kom je op een veel fundamentele probleem. En dat is dat flexwerknemers, en daar zitten ook veel studenten bij, heel moeilijk in de steunpakketten te krijgen waren. En believe me, we tried. Maar het lastige was, je kunt allerlei rechten halen op dat je een vaste baan hebt als je al heel lang een bijbaan had. Dat is best ingewikkeld en dat hebben heel veel overigens ook niet gedaan. En hebben overigens ook de LSVB en volgens mij jullie ook wel mensen opgeroepen. Ga je recht halen? Want soms had je wel degelijk recht op inkomensondersteuning. Maar heel vaak wisten studenten en ook heel veel flexwerknemers dat niet. Het tweede is dat we de TOFA hebben gemaakt, een ongelooflijk lelijke afkorting voor een ongelooflijk lelijke regeling, om toch nog iets te doen voor flexwerkers met een wat grotere flexbaan. En dat staat ook veel studenten bij. Dus daar is ook wel degelijk iets gedaan. Maar het mensen met een vaste baan helpen lukt, iets doen voor zelfstandigen lukte. Maar mensen die eigenlijk al hun flexbaan kwijt waren, was het heel moeilijk om die een baan te laten behouden. En de studenten die hier last hadden, we hoorden eigenlijk bij een wat bredere groep flexwerkers die we gewoon heel moeilijk konden helpen. Eens, alleen het voelt, help ik de studenten even, en ik spreek ze iedere dag, zo onredelijk en onrechtvaardig. Want soms zijn ze een heel duidelijk aanwijsbare groep waar het één op één kan. Jullie zitten al in een systeem, laat de lening maar lopen, dat is al geïnstitutionaliseerd. Wij zien jullie als groep, dus jullie mochten als eerste niet in het OV, want dat was een duidelijk gemarkeerde groep. En als het dan gaat om de arbeidsmarktstatus, zijn we het over eens, die is natuurlijk ingewikkeld, niet zo zichtbaar. Dan zijn het ineens flexwerkers. Je zou ook als kabinet kunnen kijken. Nee, de groep studenten als geheel, daar kijken we als geheel naar. En kun je daar niet een inkomenssteunpakket op zetten? Daar is wat voor te zeggen. Nog heel even over, want daar waren we het geloof ik niet over eens. Over de euro's. Jazeker, er is 200 miljoen ter beschikking gesteld voor mensen die langer studeren. Maar dat gaat zich niet voordoen. En daar weet ik iets van als bestuurder van een universiteit. We hebben alle energie erop gezet dat er geen enkele studievertraging plaatsvindt. Maar dat is toch hartstikke goed nieuws? Jawel, nee, maar dat betekent dat die energie die erin is gestopt, dat is niet de inkomenssteun die nodig is voor de student, want ik denk dat dat niet doorgaat. Dat is natuurlijk de energie die de universiteiten erin hebben gestopt om waar dat kan dat online onderwijs te krijgen, extra kansen in te bouwen om de vertraging te voorkomen. En daar zie ik gewoon collega's een beetje wel onder druk komen te staan. Dus ik denk zelf dat het onderwijsveld, dit is wel preek voor eigen parochie, wel lastig uit deze pandemie komt. We moeten doorwerken en er zit geen steun in. De studenten, nou ja, daar hebben we het net over. Dus de vraag is wel, is het niet een beetje een vergeten groep in de miljoenennota? Nou ja, zeker, en daar open ik ook mee. En ik, in het algemene plaatje is het een vergeten groep. We staan dus niet in die koopkrachtberekeningen. Investeringen in het hoger onderwijs leveren geen geld op, want blijkbaar die studenten die uit het hoger onderwijs komen, die leveren je geen geld op in de economie. Nou, jawel dus. Dus die groep wordt over het hoofd gezien op een structurele manier. En op dit moment, omdat die groep niet gevat is, kunnen we daar, is dat niet onder woorden te brengen voor inkomensondersteuning en worden we flexwerkers. En tenzij je vanuit de algemene inkomenspositie van de student, namelijk het leenstelsel en aanvullende beurs gaat beredeneren. En dan kiest het kabinet ervoor, oké, ga maar meer lenen. We gaan niet aan jullie beurs tornen. We gaan niet jullie incidenteel een extra aanvullende beurs geven of een verhoging daarin implementeren op dit moment. Ja.
Ja, dat zijn dus wel even, want dat is interessant. Hè? Want jij zegt, je had de beurs kunnen verhogen. En ik zei, Koen zei, hij had ook via Duo, want er geld geld om te lenen wordt aan studenten gegeven. Had je ook geld kunnen storten naar de studenten? Ik zit een beetje te plagen. In mijn tijd moest je de studenten nog leraar opjuilen, maar het lijkt inmiddels andersom. En blijkbaar blijft er 200 miljoen euro over, op het moment dat er geen studievertraging is. Dus wat gaat er dan met die 200 miljoen euro gebeuren? Blijft die in het onderwijs voor de studenten? Is dat je vraag aan mij? Ja, dat in alle eerlijkheid, even, die 200 miljoen vind ik overigens als een studievertraging optreedt wel ook heel terecht. En dan is het precies de ondersteuning. Maar dan is het even knippen, niet omdat je geen baan meer hebt, maar omdat je gewoon hebt betaald voor onderwijs wat niet kon leveren, waar je gewoon voor betaalt en waar je ook nog voor leent. Dus dat begrijp ik heel goed. Als nou blijkt dat het bijvoorbeeld veel langer duurt en er toch wel meer studievertraging is, en ik hoop echt niet liever dan dat jij gelijk hebt, Koen, dat die vertraging door jullie wordt voorkomen. En ik denk ook helemaal niet licht over hoeveel inspanningen dat van zowel studenten als alle mensen op de universiteiten, hogescholen, maar gaat ook op de mbo's, om dat te voorkomen. Maar als het gebeurt, vind ik ook dat je recht hebt op je geld terug, even heel cru, van dan krijg je niet waar je ook gewoon voor hebt geleend. Dus daarmee vind ik dat een goede maatregel. Laten we zien. Ik hoop van harte dat we er niet veel van nodig hebben. En als straks blijkt dat het onderwijs, maar dat vind ik veel breder hoor, dat geldt niet alleen voor het hoger onderwijs, eigenlijk door corona nu niet uitkomt en met de werkdruk om het onderwijs nu op de been te houden, zo goed en zo kwaad als dat gaat, dan hoor ik graag waar daar de knelpunten zitten. Dat vraag ik op een basisschool, maar vraag ik dan ook hier om dat te doen. Maar dat gaat dan eigenlijk niet zozeer over, zet je die lening om in een gift. En ik begrijp heel goed, als ik student was, vond ik dat ook fijn, hè? Geen misverstand. Maar het allerbelangrijkste is volgens mij, hoe zorgen we dat onderwijs zo goed mogelijk blijft draaien en die kans op die studievertraging zo klein mogelijk is en het ook nog een beetje leuk blijft. Want we hebben best hard ons best moeten doen, omdat ik wel vond zelf dat ook bij alle coronamaatregelen er wel heel erg alleen naar jongeren wordt gekeken. Alle introductieweken mochten niet. En ik snap echt dat we voorzichtig moeten zijn. Daar doe ik niets aan af. Maar ik zag af en toe ook rossende bejaarden in kroegen. En ik vond dat iets te veel. Alleen het zoeklicht continu op studenten werd. En terwijl juist dat eerste, zeker het eerste studiejaar, ik probeer gewoon naar mijn eigen ervaring te kijken. Dat is zo belangrijk. Je komt op een nieuwe plek, je hebt nieuwe vrienden. Je bent in een hele nieuwe omgeving. Ja, ik moet eigenlijk niet aan denken dat ik dan op mijn kamertje naar een beeldscherm te staren. Dus dat jullie vooral proberen om er ook gewoon een leuk jaar, de mensen ook een goede start. Dat lijkt me voor mensen, voor studenten hun welzijn ook hartstikke belangrijk. Het is een hele belangrijke fase in je leven. Dus ik vind wel dat we in alle beperkende maatregelen, vind ik dat het wel iets te vaak alleen over studenten gaat. Maar dat is dat is ontzettend fijn om te horen. We gaan een beetje naar het laatste thema toe. Ik wil nog wel even twee dingen voor mezelf even nuanceren, dat het dadelijk niet verkeerd begrepen wordt. Ik zei, die 200 miljoen euro hebben we niet nodig, omdat er geen studievertraging is. Dat is natuurlijk iets te gechargeerd, we weten het nog niet. We weten wel twee, drie studentengroepen die het daarin ontzettend moeilijk hebben, omdat dat gewoon in de aard van de studie zit. Mensen die in laboratoria moesten werken of ander lab werken, die hebben vertraging opgelopen die ook niet inhaalbaar is. Hetzelfde geldt als je archeologie doet en je moet graven in een ver land wat nu verboden is. Dus er zijn dan groepen aanwijsbaar. Bekend is ook de dansopleidingen waar je aan elkaar moet zitten. Daar zitten echte vertragingen. Maar even ik voeg even de mbo-stages toe, ook echt een probleem. Precies. Steven, wat mij betreft zou ik even jou in ieder geval de ruimte willen geven en dat ook even introduceren. Steven is de architect van een plan wat onderdeel vast gaat worden van een verkiezingscampagne, niet alleen van jullie, maar ik denk eerlijk gezegd van iedere politieke partij die iets wil met een verandering in het hele toeslagensysteem. Er is wat aan de hand in Nederland. Het is vooral natuurlijk, denk ik, door de media erg opgepakt toen de toeslagen echt een affaire werd met alle dingen die u hierover gelezen heeft rondom kinderopvang. Maar het is iets fundamenteler. Het is een toeslagenstelsel, kent natuurlijk meerdere elementen. Hè. Die ziet op ziektekosten, die ziet op kinderopvang, die ziet ook op kindgebonden budget, niet zo algemeen bekend. Al die zaken. En D66, maar ook alle andere partijen hebben daarover iets te schrijven dadelijk in hun verkiezingsprogramma. En hebben ook plannen laten doorrekenen door het Centraal Planbureau, de een wat meer dan de ander. En ergens oktober, je moet me even helpen Steven, is er een rondetafelconferentie of een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer waarin al die gezichtspunten van de deskundigen komen. En er is ook een plan van D66. Ik zal even de 6 voorstellen daar uithalen. De kinderopvang wordt gratis. We schappen de hypotheekrenten af. En dat geldt ook voor de huurtoeslag. Dit is jullie plan, hè Steven? We halveren de zorgpremie, een hoger minimumloon en hogere uitkeringen. Minder belasting op werk en meer vervuiling op bedrijven en vermogen. Dit zijn een beetje de ingrediënten. We hebben het hier dus niet even over klein spul naar links of naar rechts verschuiven. Dit is geschreven, denk ik, deels voor corona, maar deels ook
misschien in coronatijd. Kan je even zeggen wat jou gemotiveerd heeft? Want ik weet hoeveel energie en tijd dat heeft gekost. Dat is meer dan schrijfwerk, rekenwerk, afstemwerk. Wat jou gemotiveerd heeft om dit project, wat een groot project is, van de grond te krijgen? Ja, dank. En even met die toeslagen pompen we eigenlijk heel veel geld rond. Hè. Heel goed bedoeld, maar toenemend kwam ik en niet alleen ik tot de conclusie dat wat goed bedoeld was, toch veel te vaak mensen bijna dieper in de problemen bracht. Hè. Je krijgt geld om je kinderopvang deels te kunnen betalen. Hartstikke sympathiek, goed voor de arbeidsparticipatie. Kinderopvang is goed voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Maar daar gaat iets mis. Je hebt dat geld als voorschot gekregen. Je blijkt geen recht te hebben. En dus mensen moeten opeens 10.000 euro terugbetalen die ze niet hebben. De kinderopvangtoeslagaffaire is daar natuurlijk het hele pijnlijke voorbeeld van. Maar ik werd extra gemotiveerd toen ik op een gegeven moment zag dat er gewoon miljoenen terugvorderingen elk jaar zijn. 600.000 mensen die in schulden komen of in betalingsregelingen met de Belastingdienst voor het terugbetalen van een toeslag. Of de huurtoeslag, of de zorgtoeslag, of het kindgebonden budget, of de kinderopvangtoeslag. En zeker bij de kinderopvangtoeslag gaat dat soms voor mensen met relatief beperkte inkomens om hele grote bedragen. En dus heel goed bedoeld, maar je ziet dus dat 10% van de Nederlanders gebruikt het niet eens. Die haken af op de ingewikkelde formulieren. Zijn bang een fout te maken en opeens ook slachtoffer in zo'n affaire te worden. Ik spreek helaas veel ouders die zeggen, ik heb misschien wel recht, maar ik durf het niet meer. Want straks heb ik ook per ongeluk gefraudeerd. Ja, dat is zo'n hel, daar wil ik niet inkomen. Dus ik dacht, ja, dat moet toch anders kunnen op een manier dat je wel het doel overeind houdt. Dat is namelijk inkomensondersteuning voor mensen met een wat lager inkomen. Maar op een manier die en zorgt dat dat je veel gerichtere steun geeft. En ook nu als je meer gaat verdienen, moet je niet alleen belasting betalen. Je raakt ook een heel deel van die toeslagen kwijt. Dus als je tussen het minimumloon en een modaal inkomen extra verdient, ben je soms 60%, 70%, 80% de facto belasting aan het betalen. Dat motiveert natuurlijk ook niet erg om aan het werk te gaan, om een dag meer te gaan werken, om carrière te maken. Dus toen dachten we, ja, hoe gaan we dat nou doen? Toen ben ik klein begonnen. En de conclusie is, met een beetje klein, een paar miljard heen en weer, kleine, even in Haagse begrippen, krijg je die gewoon niet opgelost. Dus het moet fundamenteel op de schop. Want als je heel veel tegelijk doet, vallen bij heel veel mensen de plussen en de minnen een beetje tegen elkaar weg. We stoppen er ook extra geld in door vervuiling en belastingontwijking zwaarder te belasten. Daar komt dit plan uit. We schuiven ongeveer 40 miljard euro. En daar zitten ook gekoesterde wensen van mijn partij in. De gratis kinderopvang, daar ben ik al langer voor. Omdat ik zeg, waarom is wel de basisschool gewoon publiek een voorziening voor kinderen, maar eigenlijk niet als je eerder in ze wil investeren en achterstanden wil voorkomen. Nou, daarom dit plan. Heel bewust heel vroeg gedaan en ook laten doorrekenen, omdat het nog een worsteling is. En dat kan vast allemaal nog slimmer, maar ik dacht, ik wil niet weer in een formatie zitten zoals in 2012, met vier partijen. We willen wat, maar het is eigenlijk te ingewikkeld geworden om het op te lossen. Een bizarre paradox, hè? Het is zo ingewikkeld dat vereenvoudiging niet meer kan. Dus ik dacht, ja, dan moeten we heel vroeg maar zoveel mogelijk ideeën op tafel hebben en laten doorrekenen. Dus wij hebben dat gedaan, inmiddels ook 50+, de ChristenUnie. Ik verwacht ook van andere partijen, juist om zo ver mogelijk met ons denken te zijn en van elkaar te hebben kunnen leren, op weg naar de nieuwe kabinetsformatie. En regeren is vooruitzien, voorspellen is lastig. Hoe denk jij dat dat traject loopt, even voor de mensen die meekijken? 40 miljard waar Steven het over heeft, dat is in de openbare financiën een grote operatie. Een van de grootste operaties die dan wel ooit gerealiseerd was 2001. En toen ging het natuurlijk 100 miljard euro verschuiven. Dit geeft aan hoe groot dat is. Het geeft ook aan sinds 2001 dat het ons niet meer gelukt is in die belastingtoeslagensfeer een serieuze verandering te krijgen. Dus we zijn gaan voortmodderen met de paradox tot gevolg. Als het algemene besef is, Steven, dat iedereen wel zover is dat dit is vastgelopen. Want ik denk dat steeds meer onderkend wordt. Wil nog niet zeggen dat jouw plan, een ander plan of wat daarop lijkt, gerealiseerd wordt. Hoe vinden jullie nou een oplossing met elkaar om dit verder te brengen? Want dit is natuurlijk, met alle respect, al een jaar of 19 sinds 2001 aan de gang. Alleen misschien wordt de urgentie groter. Maar hoe krijg je het nou naar de volgende fase? Van tekentafel naar praktijk. Garanties kan ik ook niet geven. Het enige wat ik dacht, ik kan in ieder geval twee dingen zelf doen. De eerste is zelf heel snel met iets komen. En ook, ik heb ook al mijn materiaal ligt op tafel. Alle sommen, schiet er maar op. En als je iets slimmers weet, graag. En de tweede is dat ik hoop dat die urgentie zo groot is. Want er zit onderliggend, komt natuurlijk ook gewoon politieke verschillen van inzicht. Mijn partij is fan van kinderopvang. De christelijke partijen zijn daar gemiddeld terughoudender. Maar we zullen iets moeten bedenken. Want het alternatief wordt namelijk dat we weer een paar kleine dingetjes gaan doen. En die kleine dingetjes gaan waarschijnlijk een klein beetje helpen. En dat zou ik doodzonde vinden.
Maar of het gaat lukken omdat we, hè, ik heb nodig om dit te betalen, ik die hypotheekrente aftrekken aangaat. Ik weet dat dat voor sommige partijen moeilijker ligt dan voor die van mij. De AOW wordt gefiscaliseerd. Hè, dus ook AOW'ers moeten premie gaan betalen voor de AOW van mensen met een minder hoog inkomen. Hè, dus wordt als inkomenspolitiek ligt ook gevoelig. Dat weet ik ook. Maar mijn stelling is, als we niet groot uit het aantal heilige huisjes kunnen. Er zitten er ook een paar van mij in. Hè. Ik bezuinig in dat plan ook op een paar dingen die juist vroeger altijd waren om werken meer te laten lonen voor twee verdieners. Omdat ik vond, het moet een beetje in balans zijn, want anders dan gaat het nooit lukken. En ik hoop dat de urgentie straks zo groot is om dit te durven. Dan zal de tweede moeilijkheid overigens nog worden, stel dat we het eens worden. Als ik morgen de kinderopvang gratis maak, is er niet in één keer genoeg plek voor iedereen. Dus je zult dit ook nog, dit heb je niet in een jaar even ingevoerd. Maar als we niet met elkaar in de formatie, wie er ook zitten, of dan met of zonder mijn partij is, een stip kunnen neerzetten waar we naartoe willen, ja, dan lukt het niet. En er is ook met Prinsjesdag een hele notitie weer met manieren om het toeslagensysteem te verbeteren. En ook voor mij, ik heb het heel vlug kunnen scannen, is de conclusie wel, kleine knopjes en kleine oplossingen, en dat kunnen we ons gewoon niet meer permitteren. En het goede nieuws is wel, dit vindt gewoon echt iedereen, van SP tot PVV. Ja, wat mooi is, u zijn echt bezig met agenda setting, ja, wat eerder over, nu vanuit de politiek, met een eigen plan, want dit is heel veel werk. Als je zelf zo'n initiatiefplan maakt, dat is echt geweldig voor werk, dan moet je met je medewerkers dag en nacht door, even om het zo te zeggen. Dus grote waardering, met ook heel strak met het idee van, we moeten arbeid minder belasten, kapitaal moet meer belast worden, meer belast worden, dus ook nog volgens de boekjes, zeg maar, zal ook de heer Caminara bevestigen. Maar wat je hier ook ziet... Verrassend weinig negatieve arbeidsmarkteffecten, want het systeem in Nederland is zo gebouwd, daarom hebben we ook al die knopjes, dat iedereen al de plannen daardoor rekenen door het planbureau en dat is bijna helemaal gefine-tuned. Dus dat wil zeggen, als je nu een alternatief plan komt, is het bijna altijd slecht voor de werkgelegenheid. Dat geldt ook voor het plan van Steven, maar als je kijkt naar de omvang van de operatie en de beperkte schade die dat extra geeft aan de economie, dat was inderdaad een verrassende uitkomst. En dat is niet omdat we hem hier hebben uitgenodigd dat hij allemaal pluimen krijgt, maar dat zegt het Centraal Planbureau ook, dat het een verrassend goede uitkomst is voor de omvang van de operatie. Ja, precies. En wat je dus ziet is dat meerdere politieke partijen dit aan het doen zijn, wat ook heel belangrijk is, dat op de achtergrond ambtenaren er ook mee bezig zijn. Hè? Dus het ministerie van Financiën en vooral de fiscale kant van Financiën heeft nu een heel mooi rapport, vinden wij dan, bouwstenen voor een nieuw belastingstelsel uitgebracht. Dan zie je dus dat ambtenaren achter de schermen een enorme taken, werk aan het verzetten zijn om al de agenda voor het nieuwe regeerakkoord neer te zetten. Dus de ambtelijk wordt echt gestuurd op het belastingstelsel moet veranderen. En ook de nieuwe directeur van het Centraal Planbureau was de oude baas van de fiscale zaken van Financiën. Dus als je kijkt naar het hele spel, om het even zo in elkaar te zetten, lijkt het wel dat er bij het nieuwe regeerakkoord ruimte is om hier wat te gaan doen. Vooral omdat door het hele toeslagengedoe hier best wel politieke en dus ook al langer ambtelijke wil is. Plus dat, we hebben het nu over hoeveel geld is er beschikbaar voor je economie in de coronacrisis. We weten allemaal dat de belastingstelselvoorziening dat het geld kost. Want je moet mensen die erop achteruit gaan, zo'n herziening, die moet je een beetje compenseren. Dat kan nu wel, ook gelet op de wat minder negatieve gevoelens over geld uitgeven en de begrotingstekorten. Ja, maar dus, ik er één ding over zeggen, dat is waar. Maar sorry Wilmar, ik heb ongeveer twee medewerkers, hè, om jullie een beetje een gevoel te geven, de ondersteuning van de Kamer. Sinds de motie Jetten zijn het er 2,5. Die hebben natuurlijk een heel groot deel van dit werk ook gedaan. En die hadden dus een variant bedacht die nog niet in de studies van Financiën stond. En mijn medewerkers hebben toevallig allebei bij een ministerie gewerkt vroeger. Dus die zijn apetrots dat ze ook nog iets leuks hebben. Dat is ook zo leuk om bij een politieke partij te werken, zeg ik tegen iedereen, welke het ook is. Die hebben dus met z'n tweeën iets bedacht, in afstemming met het CPB, wat nog niet in de bouwstenen stond. Nou, dat is ook wel weer eer naar werk voor hen. Ja, die rekening over geld is anders. Maar ik heb wel 8 miljard of zo gaat er met mij netto in. Dat is best een boel geld. En ik schrok wel een beetje toen je zag dat het begrotingstekort, ook in de miljoenennota, ook 2025, staat nog best hoog. Dus geld is natuurlijk niet oneindig. Dus als wij straks ons verkiezingsprogramma aanstaande zondag presenteren, heb ik ook wel collega's die zeggen, je zei dat we dit konden rondbreien, maar uiteindelijk moet het natuurlijk wel concurreren met extra geld voor onderwijs of met andere dingen. Dan is 8 miljard ook een boel geld. We gaan het gewoon inpassen. Maar toen we dit begonnen aan dit werk, leken we nog heel veel budgettaire ruimte te hebben. En die is er natuurlijk nog steeds. Sterker nog, we geven heel veel uit voor de crisis. Alleen ons financiële vertrekpunt voor het volgende kabinet is natuurlijk wel een stuk minder rooskleurig dan we vorige keer, dan ik 6 maanden geleden dacht toen ik hier al druk mee aan het schrijven was.
gaan afronden, hoor ik naast mij. Ik wil. Ja, de tijd gaat door. Oh, daar staat een vraag. Dan. Ja, ze heeft de herhaling voor de vraag. De vraag was inderdaad, hoe voorkom je politieke sturing op zo'n grote bak met geld? Want heel veel mensen willen er toch geld van hebben. Hè? Hoe gaat dat deze keer nou wel goed? Dat politici van het geld af. Ja, en je ziet ook, dat kan tot een paar conclusies uit. Het Fonds Podiumkunst vind ik in ieder geval een mooie. Dat ging voor het beeld te veel naar de Randstad en te weinig naar de regio. En het gevolg is, en daar word ik dan weer vrolijk van, dat we gewoon het hele gat, alle afgewezen aanvragen worden nu alsnog toegekend, omdat we het fonds gewoon vergroot hebben met iets van 16 miljoen per jaar. Nou, als cultuurliefhebber word ik daar altijd vrolijk van. Dus daar wil ik best wel, dat vind ik nog niet zo. Het wordt, vind ik, vooral schadelijk als goede projecten het gaan verliezen van projecten die politiek moeten helpen voor balans. En uiteindelijk heeft de politiek het laatste woord. Dat is denk ik overigens ook gewoon hoe democratie werkt. Maar gaat het ons lukken om, we hebben ons nu bij de start aan de mast gebonden, maar gaan we nou als de uitkomsten ons minder bevallen, allemaal toch weer zelf met ons tandemmesje ons lossnijden van die mast? Ja, de ervaringen in het verleden zijn dat we toch wel af en toe naar dat mesje grijpen, maar daarom is denk ik de hele zware begeleiding en ook de keuze die er nu op is gezet, is wel de manier om maar jezelf met zo'n stevig mogelijk touw vast te knopen. Maar ik kan je niet beloven dat niet iemand op een gegeven moment gaat proberen zich los te knopen van die mast. Maar als er ooit een kans was om het wel te doen, is het nu. Dus ik ben het ook echt niet eens met iedereen die zegt, waarom heeft de politiek dit überhaupt buiten zichzelf neergelegd? Ik vind het in die zin wel een mooie beleidsexperiment. Lukt het om dan ook de goede keuzes te maken? Ja, ben ik het overigens mee eens. Nog een vraag. Nee, en vanuit de openbare financiën is dan een geluk bij dit ongeluk, want vind ik het wel, is dat het fonds heel klein is. Dus als we hiermee experimenteren en het lukt, dan kan het vergroot worden. Hè? En als het niet lukt, dan... En dat heeft de geschiedenis ons wel geleerd, trouwens ook in het buitenland, hè, dat veel van die fondsen aan hun eigen succes ten onder zijn gegaan. En dan stopt het. Dus laat maar kijken of het werkt. Ja, en wat je sowieso ziet, is dat het ministerie van Financiën ook wel geleerd heeft van de vorige fondsen. Dus ze hebben inderdaad gezegd, oké, we 20 miljard, maar we blokken het op in vijf stukjes van 4 miljard en keer per keer eruit. Er moet een soort, voor zo'n centraal planbureau nog een advies geven op alle voorstellen die binnenkomen. Klopt dit qua kostenbaten? Dus er komt een onafhankelijke expert check op. En daar moet nog een commissie van wijzen moet bepalen, een eerst advies geven wat moet overgenomen worden. Dan moet de regering het naar de Kamer sturen en dan moet de politiek beslissen. Nou, er zijn zoveel checks en balances nu ingezet, zou je zeggen, dat je bijna afvraagt of het geld ooit nog een keer eruit komt. Maar dat gaan we zien. Nee, dat gaat zeker gebeuren. Maar er is dus zeker geleerd uit het verleden. Ja, toch een vraag. Precies. Ja, maar sterker nog, de vorige keer dat we een fonds hadden, weet je waar dat echt aan kapot is gegaan? Nou. Toen ontstond wat dat heette, sorry voor deze Haagse anekdotes, voor mijn politieke tijd, dat heette het bruggetje van Tom de Graaf, nu de vicevoorzitter van de Raad van State, toen minister van D66. En die had een trucje bedacht, waardoor dat fonds economische structuurversterking, ging aardgasbaten in, wat we toen nog hadden, dat we toch een manier vonden, dat ging natuurlijk eigenlijk alleen maar naar echte projecten. En daar hadden we een trucje, hadden ze bedacht, waardoor we toch onderwijsinvesteringen konden doen. Daar ben ik hartstikke blij mee als onderwijsliefhebber. Maar vanuit, het was natuurlijk wel, op een gegeven moment noemde iedereen alles een investering hoor. Er zijn toen boeken geschreven op het ministerie van SZW, dat elke uitkering eigenlijk ook een investering was. Dus op een gegeven moment heb je dan geen anker meer om te voorkomen dat... maar dit is het lot van onderwijs en wetenschap, dat het elk jaar geld vraagt. En dus een investering is, maar niet een project. En daar moet je vechten op de begroting met heel veel andere uitgaven die ook heel waardevol zijn. Die niet dat rendement hebben, maar dat rendement van het onderwijs, dat zie je eigenlijk niet terug in de stukken. Dat was de frustratie waar jij mee begon. Ja. Precies. Inderdaad, daarom zijn er 15 criteria opgesteld om te toetsen waar het geld aan moet doen, of plannen moeten voldoen. We gaan afsluiten, behalve als er nog vragen zijn, maar die zie ik niet meer. En dan wil ik nog even, want we zitten in de studentenzaal tussen de universiteit, ISO... het laatste woord geven met de oproep aan de politiek. Wat moet er gebeuren? Daarna gaan we afsluiten.
met een oproep aan de politiek. Mijn microfoon staat zeker aan. Ik vond het heel mooi dat je de hervorming van het toeslagenstelsel benoemde. Je hebt ook al eerder gehint op de negatieve inkomensbelasting als een basisbeurs voor de student met een aanvullende beurs. De oproep luidt: zorg dat de student een stabiele inkomenspositie krijgt, waar een student op kan bouwen, waar een student zijn eigen weg mee kan vinden, waar een student de ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen, binnen zijn studie, buiten zijn studie, waardoor die student nou goed op de arbeidsmarkt terechtkomt, zeker nu met corona, waarin we zo ingeperkt worden in onze vrijheden allemaal. Merk je dat de student zijn toekomstperspectief verliest? Zorg nou dat sociale leenstelsel een andere vorm krijgt. En een vorm waarin de student een stabiele inkomenspositie genereert. Oké, dat lijkt me een hele goede, duidelijke oproep. En denk eentje die D66 kan volgen. Een groot applaus voor jou, Leon. Leuk dat je hier bent. Een groot applaus voor Steven Rijnberg, dat je hier was. Dankjewel. Groot applaus voor Koen. We gaan benaderen dat hij hier was. En dan gaan we volgens mij deze dag afsluiten. Wat gaan we doen? Gaan we ergens een borrel drinken of zo? Wat is er aan de hand? De organisatie. Wat gaan we nu doen? Naar buiten. Zullen we naar buiten gaan? Borrelen mag denk ik niet. Oké, we gaan op anderhalve meter in ieder geval eruit. Dat gaat gebeuren. Dank jullie wel dat jullie er waren. Dank je wel.